Yo, kijkers van Prusje Minecraft, welkom terug bij een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag is het tijd voor interiors. Wow. Ha. De PC vindt recorden niet leuk vandaag. Maar goed, interieurs. Meestal hetgene waar ik iets meer een hekel aan heb. Ik haat het niet echt, maar ik vind het minst leuke deel van het bouwen. Onder andere ook omdat ik geen idee heb hoe ik het ga doen. Ik denk zoiets. Meh. Oh my. ik zit nu al vast. Dit raam gaat eruit. Zo. Gewoon met een gosh dang it. Met een binnenmuurtje. Even denken, geen deur. Nee. Hier zetten we dan gewoon een chest neer. Jeetje, wat is mijn FPS? Huh, ach maar. Bed. En ik weet het niet. Het is nogal krap. Laat ik het zo doen. Mijn chest erachter. En die torch hier. Zo. Is al ietsje beter. Nu heb ik een steenblokje nodig. Een cobblestone. Zo. Nog maar een chest. En daar een furnace. Even kijken. Finish. Hier zo. Oké. Niet slecht. Dat is het interieur voor één huisje. Let's move on. Nou. Het soort van interieur voor dit gebouw heb ik al. Gewoon basically kisten. En dan hebben we dit gebouw. Daar heb ik nog niet echt wat voor. Wel dit. Ik heb het dak nog steeds niet gefixt, het plafond. Maar dat komt nog wel een keer. Hier doe ik voorlopig even niks mee. Even kijken, beneden. Oh gosh, laat me naar beneden. Goed zo. Oké. Okay. Ja. Furnace. En wat cobblestone. Dit is prima. En wat hebben we nog nodig? Even kijken hoor. Ja. Zitten kun je hier bij het aardvuur wel doen. Om te eten. Misschien is het dan een idee. Nee. Ga ik geen tafeltje neerzetten. Maar een tafel is geen slecht idee. Dus we nemen even een kleur die we nog niet gebruikt hebben. Nou ja, in dit gebouw dan. En dan zetten we er bijvoorbeeld hier eentje. Met, oeh, weet ik veel, furnace. En dan doe ik dit gewoon weg. Ja. Ja. Zet ik daar gewoon een kist neer. Misschien een painting ergens? Boven misschien? Want daar. Ja, god. Laat me die ladder op. Kom op. Nee. Ja, wat? Nog steeds 8. Waarom is het zo laag? Vorige keer had ik. Weet ik veel. Maar dat had ik in ieder geval veel meer als nu. Huh. Ja, weet je. Ik heb wel een ideetje. Even alles weg. Hotbar schoonhouden. Waar is mijn plafond? Had ik spruce gebruikt of nee ja? Junglewood. Ja. Hier zo.
Oh, gosh dang it. Deze frames. Ugh. Oh nee. Kom op. Don't do me that like that. Painting. Dan haal ik gewoon één van die torches weg. Nee. 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 Zo, even ervoor zorgen dat het een 1x1 painting wordt. Ah, come on. Ik weet dat er wel painting. Ah, die bijvoorbeeld. Is er nog iets? Nee. Als ik die weer tegenkom, dan doe ik die. Ja. Nee, dus. Niet die. Deze. Ja. Ja. Oké. Okay. Paintingje. Super. Even kijken hoor. Wat kunnen we nog doen? Verder valt er niet echt iets te doen. Dat was het dan ook weer voor. Oh nee, nee, ik kan hier boven nog wel wat kistjes neerzetten. En dan een crafting table. Wel even dit weg. Zo. Op naar het volgende huis. Wat is dat? Dit huis hier. Deze. Hier. Hier. Naar binnen. Hup. Oké. Okay. Dit is misschien een iets makkelijker huis als het eerste dat we gedaan hebben. Even kijken. Laten we weer beginnen met dit. Zo, raam eruit. Hup. Muurtje. Zo. Dan doen we een chest met een bed. Juist. Like that. ik heb een goed idee. Ja, armor stand. En dan een leather tunic. En boots. Eigenlijk moet ik dan zwarte boots hebben. Dan zet ik gelijk hier ook nog eens even een crafting table neer. Zo. En een furnace. Een furnace, bedoel ik. Even kijken hoor. Dan heb ik dit nodig. Dat maakt zwarte boots. Oké, okay, dat zijn nou regelaarzen. En een regenjas. Maar dan, ja. Maar dan gewoon leerkleurig. Dat is nice. Ik heb een goed idee. Nou, ik herinner me een van die paintings die we net geprobeerd hebben. Even kijken. Even kijken. Ja. Nee. Ja. Deze. Zowel een set messen voor in de keuken, basically. En dan vraag ik me af, hebben we niet iets wat er op hoe heet het? Een goot lijkt. Ik geloof het niet. Nee. Ik wou zeggen of ik moet, oh, de jukebox misschien. Nee, nou, ik weet niet. Het staat op zich wel, maar het is niet. Nee, past niet echt. Iets anders verzinnen. De hopper misschien? Ik denk het wel. Ik denk dat het wel een mooie is. Wat hebben we nog eens? Wat kunnen we nog toevoegen? Hier nog een kist. Zo. Dan maken we. En ik weet hier nog wel wat. Ik moet me allemaal herinneren maar waar het, in welk tapje het staat. Niet hier. Ah, bookshelves. Gewoon om de kamer wat voller te maken. Zo. Die tekst is connected, dat is mooi. Heb ik nog torch.
hier nog een torch, maar dan verbrand je je kop als je in je bed ligt. Zo, daar, beter. Niks meer aan doen. Op zich, ja, oké. Okay. Het is maar armzalig interieur natuurlijk. Heb ik even geluk. en dan hebben we dit. Hier heb ik ook wel al een beetje gedaan. Oh, laat me erin. Dit is niet de officiële ingang, maar... Oei. Met, ja, hier is dus de officiële ingang. Dan kom je hier als klant binnen. Hup, toonbank. Misschien is... een trapdoor geen gek idee. En hier... Oh, nee. Nee, dat is bad. Dat is bad. De kist en die plank draai ik even om. Ja. Zo. En hier heb je dan furnaces voor de bakker. En hier moet dan een bed. En nog maar een torch dan. I guess. Ja. Nog een kist. En een boekenkast. Zo. Dat is ook dit huis. Even snel. En... oh ja, nog een ding. Wat ik voor de begon met recorden, heb ik de farm nog een beetje uitgebreid. Hier zo dit stuk. Dus niet veel, maar... het maakt het toch iets groter. En iets, ja... het voelt een beetje geloofwaardiger nu het iets groter is. Ik wou dat ik manden met appels kon maken, eerlijk gezegd. Voor onder die bomen. Maar dat gaat niet. Of appels die op de grond liggen. Volgens mij moet dat met World Edit, maar dat heb ik hier niet. Ik ben ook te lui om dat te doen. Oh, die waterput had ik wel laten zien. Dat was de vorige keer al zo. Is er nog iets wat we toe kunnen voegen? Iets aan de buitenkant misschien. Misschien een vuurtje als er een feest is. Waar de dorpelingen dan samenkomen. Als we dat nou eens hier neerzetten. For the good looks of it. Oi. Ah, ik wou zeggen, waarom kan ik dat nou niet neerzetten? Ik stond waarschijnlijk precies in de weg. Omdat het padblok iets lager is. En doen we dit. Oh, vuur. Als ik nu eens time zet, iets van 16.000 doe. Dat is niet midden in de nacht. Een glitch in de vallende sterren, jongens. Alsjeblieft. Let me fly. Ik wou zeggen. Oké. Okay. Het ziet er vet uit. Firetech staat toch uit, dus die lock brandt toch niet op. Daarom kun je dit ook doen. Zo hier zo naast dit huis. Helemaal van hout. Jeetje. 7. 7 fps. S'nachts is het nog minder fijn voor de recording. Maar zover een vuurtje. Laat me eens denken. Dan kan ik misschien nog iets bedenken wat we hier kunnen toevoegen. Ken je dat gevoel dat als je ergens aan bezig bent aan een project... Oh, misschien moet ik set erbij typen. Maar als je bezig bent aan een project en je voegt dingen toe en je hebt zoiets van... ja, officieel is nu klaar. Maar dat je toch het gevoel hebt dat er meer moet gebeuren. Alsof het nog steeds incompleet is. Alsof je iets vergeten bent, weet je? Dat gevoel heb ik nu. Dus ik ga even kijken of ik nog wat toe kan voegen. En als dat niet zo is, dan... ja, moeten we maar naar het volgende project gaan, I guess. Ik heb nog wat bedacht. En dat wordt namelijk... je hebt een grote rivier hier. Dus waarom ga je niet vissen? Ja. Alles wat ik nodig heb, heb ik al bij me. Dus... we beginnen met plankjes. Into the river. Okay. Like this. En
En dan gewoon paaltjes hier naar boven. Ik neem aan dat we het gewoon zo doen. Dat is het verkeerde blokje. Ik moet er een torgje op hebben. Hoewel, dat hoeft niet per se, want s'nachts ga je toch niet vissen. Tenminste, s'nachts slaapt iedereen. Hier komt er nog eentje. Die plankjes leg ik dan helemaal door tot aan het gras, tot aan de akker. Je moet dan wel even door de akker heen lopen als je wil gaan vissen, maar wat maakt dat uit? Kan de boer vast wel tegen. Oké. Nou lijkt het eigenlijk alsof hier al... alsof hier al een paal staat. Maar het zij zo. Even kijken hoor, waar komen de paaltjes? Hier komt er eentje. Zonder torgie. Hier gaat hij nog eentje verder. En hier nog een paaltje. Zonder torgie. Nog een paaltje. I'm having fun. Zo. Zo. Au. Gosh dang it. Even kijken, tot waar zullen we deze stijger leggen? Hier zo is mooi. Kun je eventueel ook nog vissersbootjes neerleggen. En nu ik dat zeg, komt er een goed idee in me boven. Ik ga een vissersbootje bouwen. Ook nog. Maar dat komt zo wel. Even kijken. Nog paal. Ja, hier nog eentje. Zo. Het is wel mooi nu. Vissersbootje. Je kan natuurlijk... Even kijken. Je kan natuurlijk dit doen. Ja. Maar dat is niet leuk. Dus dat gaan we niet doen. Bootje weg. Even kijken. Wat zoek ik dan nog meer? Dit kan voor pas komen. Slaps misschien? Nog eventjes niet. Allereerst. Boot. Gewoon een klein bootje. Zoiets. Misschien nog eentje breder. Maar dan wordt hij weer misschien breder als hij lang is. Of in ieder geval te breed. Vergeleken met de lengte. Nou, het gaat wel. En dan ook wat een ster nodig. Zo. Ik bedoel, I guess. Kan dat? Nee. Boten maken vind ik moeilijk, maar het gaat me lukken. De zon zit in mijn ogen, sorry. Time set. 9000. Dat is beter. Even kijken hoor. Hoe moet dit boot gebouwd worden? Dit boot, je weet. Oké. Dat, ik hoop niet dat er nog zoiets gebeurt. Misschien zoiets. Nee. Niet echt. Daar is het niet echt. Deze moet ik ook gewoon veranderen. Het ziet er vanaf hier heel raar uit, maar vanaf hier niet en daar gaat het om. Wie gaat er ook onder water naar een boot zitten kijken? Dat doe je toch niet? Dat is wel mooi met die shaders, want vanaf buiten zie je niet eens dat daar geen water zit. Dus dat is prima. Mag nog wel iets langer. Echt een beetje deze kant op nog. Zo. Zoiets. Krap aan de cracker. There we go. Hier nog. Ja. Precies. Daar. Zo. Oké.
Oké. Is niet super smacky of het design, maar het gaat ermee door, weet je. Ik wil hem zo hebben. Ja, precies. Andere kant ook. Niet daar. Oh. Ja, hier. En dan zoiets. Even kijken hoor. Hoe krijgen we dat goed voor elkaar? Er moet een opgerold zeil voor stellen. Misschien snow? Gek idee, maar misschien snow. Dat klinkt als een heel gek idee. Ik zoek snow. Want dan kun je namelijk verschillende layers mee maken. Zoiets. Op zich is het niet slecht. Oh, dat werkt daar niet. Oké. Nee. Nou, ik vind deze is iets te hoog. Is echt net het kleine waar je het van moet hebben. Zo. Ja, lager kan het eigenlijk niet. Het is goed zo. Dus ik vind het wel prima. Het is op zich niet slecht. Alleen, meh, wat ziet het er gek uit? Misschien moet ik iets verzinnen daarop. Zo. Zo. Zoiets. Meer. Early direction. Thingy. Doodler. Ticket. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe een vissersbootje eruit zag. Toen der tijd. Maar ik vind het wel een mooie vrije interpretatie. Dus. Wacht. Deze. Wa hang on a minute. Dit worden slabs. Dat ziet er misschien al niet beter uit. Ja. Wat slabs? Hier niet. Slaps. Slap. Zo als een roer. Misschien hier nog een. Ja, maar dan niet laten connecten misschien. Nee, dat ga je zien. Jammer. Doe maar zo. Ik laat het zo. Weet je. Het is goed. Wat. Oh ja, hier nog slabs. Zo. En ik zeg je, dus ik vind de ver. Oh, wacht. Dat mag wel iets hoger nog. Dit. Zoiets. Van afstandje. Ja. Ja, op zich. Ja. Ik vind het wel nice. Oké. Tot zover het vissersbootje en de steigers. Nou, even de checklist runnen. We hebben huizen. We hebben een po put. Pomp. Put. Pomp wou ik zeggen, maar het is een put. Even denken. We hebben interiors. We hebben akker. De farm. Een graanschuur. Hoofdgebouw, een vuurtje op het plein. Ja, wat kan er nog meer bij, zou ik zeggen? Ik denk dat het dorp wel afgerond is, eerlijk gezegd. We hebben paden. Ja, ik vind het mooi voor dit dorp en voor deze episode. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Doe een like. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent hier. En ik zie je heel graag terug in de volgende episode. Later!